Alright, Ferdinand. Welkom. Welkom. Dank u voor de uitnodiging. Vertel eens, wat doe je nu in het leven allemaal? Ja, in het leven ben ik nu gepensioneerd en ik hoop dat jullie lang genoeg gaan werken om mijn pensioen te betalen natuurlijk. Hè. Maar vroeger was ik een wetenschapper. Ik hoop van niet. Ja. Nou, ik heb in Leuven op de NUF gezeten, 8 jaar lang, prachtige tijd. En ik heb daar een doctoraat in de fotofysica gehaald. Dus dat is eigenlijk de basiswetenschappen voor dat fameuze broeikaseffect. Ah ja, oké. Je weet er alles van. Dan daarna? Nou, wat zeg je dan? En daarna ben ik voor de industrie gaan werken, omdat die bieden mij een mooie auto, een goed salaris, dubbel zoveel geld als aan de NUF te blijven. Ja. Dus ik ben eigenlijk voor het geld gegaan. Ah, ja. En voor de wetenschap, uiteraard. Sowieso. Als adviseur dan? Of, nee, als met ontwikkeling, researcher. Dus research, ik ben in Amerikaanse bedrijven pure research gedaan. Ja. Ah. Oh, okay. En waarom, wanneer is dan de interesse in het klimaat ontstaan? Ja, toen ik op pensioen ging, werd ik bijna elke dag gebombardeerd door die doemprofeten dat onze planeet ging opbranden. We hadden nog 12 jaar... Er ging een meter zeespiegelstijging komen en ik dacht, ik ben op pensioen, ik moet toch iets gaan doen. Dus ik heb dan het IPCC gecontacteerd. Dat zijn al die klimaatwetenschappers die betaald worden door de Verenigde Naties. En ik heb daar gesolliciteerd. En ze hebben mij toen als expert reviewer aangesteld. Dus ik krijg dan hun rapporten, hun fameuze drafts. Ik mag die lezen en ik mag dan commentaar geven, kritische commentaar, waar ze uiteraard bijna geen rekening mee hebben gehouden. Dus ik zit nu vooral op sociale media, omdat ik daar mijn ei wel kwijt kan. Ja, en okay. Wat is er volgens u verkeerd aan het hele klimaatopwarming? In één zin, eenzijdig, overdreven en soms liegen ze zelfs. Soms liegen ze zelfs. In welke mate dan? Ja, het klimaat is altijd aan het veranderen geweest. Ja. Het klimaat begint niet in 1850. Al die grafieken. Want we hebben pas thermometers vanaf 1850. En inderdaad, van 1850 is er een opwarming van 1 graad. En dan zeg ik, 1 graad. Beseffen jullie wat dat 1 graad is? We gaan allemaal naar Spanje en naar Griekenland op vakantie. En daar is het constant 10, 20 graden warm. Hoe kun je nu een alarmsituatie en een extreem weer linken aan een opwarming van 1 graad? Ja. Dat is mij als wetenschapper echt, dat gaat mijn petje te boven. En dat speelt al heel lang iets in het nieuws, global warming. Ja, het is begonnen met global warming eigenlijk. Maar dat is nu veranderd in klimaatverandering. Hè? Want ik denk, als je redelijke mens bent, je ligt toch niet wakker van 1 graad. Dus die global warming hoor je niet meer. Dat is allemaal klimaatverandering. Elke overstroming, klimaatverandering. Hittegolf, klimaatverandering. Precies of dat er 100 jaar geleden niet evenveel overstromingen waren en zo. En als wetenschappers, ik heb nog altijd contact met andere wetenschappers en ik lees de wetenschappelijke literatuur. En dan op Twitter kan ik dan gewoon die wetenschappelijke literatuur samenvatten. Wat te zeggen van, jongens, die gletsjers zijn inderdaad aan het terugtrekken. Ik ben geen klimaatontkenner, hè. Maar onder die gletsjer hebben ze bossen gevonden en bossen kunnen ze dateren. En sommige van die bossen die waren 9000 jaar oud. En sommige van die bossen hadden zelfs bijtsporen van bevers. En ik zet dat op Twitter. Ik zeg, hey mannen, ik wil wel meegaan in die 1 graad opwarming, maar 9000 jaar geleden was het daar in de Alpen of in Canada was het daar 3 graden warmer. Dat staat allemaal in de peer-reviewed wetenschappelijke literatuur. Maar dat hoorden we niet op het VRT-nieuws of bij die zogezegde kwaliteitskranten, De Standaard en De Morgen. Hè. Dus daarom zeg ik, de berichtgeving over het klimaat is heel eenzijdig. En de alternatieven, de andere kant, hoor je enkel op sociale media. Hoe komt dat? Sorry. Hoe komt dat? Dat is de $1 million vraag. Hè. Had ik daar een antwoord op, dan kon ik er iets aan doen.
ik weet het niet. Ik denk dat dat een combinatie is van massagedrag, er willen bij horen. En 10 of 20% doen het voor het geld. Hè? Omdat er op Europees niveau is er een klimaatfonds van miljarden euro's. Hè? En als je als wetenschappers... Je hebt altijd geld nodig. Hè? Ik weet het. Hè? Ik heb ook aan DUNIF gewerkt. Tijdelijk. Elk jaar moet je op zoek naar fondsen. Hè? En als je dan een project indient, zo van... God, dat ijs is aan het smelten en dat zijn meters zeespelen. Maar ik wil dat eerst nog wel wat verder onderzoeken. Ik heb daar een paar miljoen nodig. Dan krijg je dat geld. Als je bijvoorbeeld zegt, goh, ik heb daarnaar gekeken, naar die metingen. Ik denk niet dat dat een groot probleem is. Ja, dan krijg je geen subsidie, dan krijg je geen geld. Hè. Dan is het gedaan. Hè. Dus die wetenschappers zitten zo in een soort van automatische tunnelvisie, groepsdenken. Aha. En die hebben ook een familie. Hè. Dat moet brood op tafel komen. Oké. Okay. Je mocht hem eigenlijk ietsje korter uitzetten. Ja. Ja, dat zo doen. Ja, voilà, okay. Perfect. Maar is het meestal, vooral de massahysterie, gaat dan niet over de tijdspannen van hoe sneller dat gaat? Want we weten allemaal dat het klimaat verandert, zoals de ijstijden en alles, ja. Maar het gaat vooral toch over de tijdspannen waarin het klimaat op dit moment verandert. Ja, ik ben blij dat u dat aanbrengt. Hè. Dus inderdaad, de grote ijstijden, er zijn er ongeveer 8 geweest de laatste 100.000 jaren. Dat gaat over een langere tijdspannen. Hè. Maar er zijn ook heel snellere opwarmingen geweest. Bijvoorbeeld, we weten dat het in de middeleeuwen ongeveer 3 graden warmer was dan vandaag. En die opwarming is ongeveer even snel met geen 1 graad sinds 1850. We weten ook dat gedurende de Romeinse tijd het ook 3-4 graden warmer was. Die Romeinen liepen rond in korte rokjes, hè, ja. Omdat het warm was. Hè. En als die in Engeland kwamen, die planten daar wijn. Hè. Dus het was daar warmer. We weten ook van de Vikings... Erik de, weet ik veel, heet Erik de Grote of zo. Toen dat hij in Groenland aankwam, ja, waarom heette dat Groenland? Denk je, dat was daar ook een paar graden warmer. Hè? En men heeft een paar jaar geleden zelfs ontdekt dat die Vikings daar zelfs gerst konden kweken. Dus die brouwden daar hun eigen bier om in hun dorst te lessen vanwege die opwarming. Dus we hebben verschillende... wetenschappelijke bewijzen die zijn gepubliceerd in peer-reviewed journals, dat de snelheid van de huidige opwarming is niet uniek en is vooral niet eerder gebeurd. We hebben gelijkaardige opwarmingen gehad in de laatste paar duizend jaar. En wat waren toen de redenen dat het toen 3-4 graden warmer was als nu? Ja, moest ik dat weten, dan had dat ik misschien een Nobelprijs. Ah, oké. Okay. Dat is nog altijd naar op zoek. Er is niet bijvoorbeeld ergens een vulkaan uitgebarsten of ergens, ik weet niet wat. Aan vulkanen kunnen we het niet wijden, maar het is een complex samenstel. Men denkt aan oceaanstromingen. Je moet gewoon denken, op de Evenaar is het 30 graden warmer. Hè? Ja. En het water stroomt eigenlijk van warme zones naar koude zones. Maar dat is een chaotisch gedrag. En men denkt dat het daar zeker en vast iets mee te maken heeft. Ook met wolkenvorming. Hè. Je zit op het terrasje, de zon schijnt en dan ineens komt er een wolk. Dat maakt ineens een verschil van 5 of 10 graden. Hè. Dus men denkt dat de natuurlijke variatie enorm kan meespelen in die 1 graad sinds 1850. En de zon dan ook? En uiteraard, de zon. Nu komen we direct in mijn vakgebied. Ah ja, oké. Okay. Het broeikaseffect. Broeikaseffect. Ik heb daar dus een doctoraat op gedaan. Noteer. Hoe groot is dat? Dus, ja, daar is een broeikaseffect. En koolstofdioxide absorbeert de straling die de aarde normaal gezien wegzendt in het heelal. Maar hoe groot is dat? Geen enkel probleem. We kunnen dat theoretisch berekenen. En dat is ongeveer 3 watt per vierkante meter. Dat zeggen ook al mijn collega's van dat IPCC-klimaatpanel. Dus dat is 3 watt per vierkante meter. Ja, denk aan een lampje van 60 watt. De zon. Ja, dankzij de zon kunnen we hier op aarde leven. Hè. Dus dat zijn satellieten. En die hebben ook de energie gemeten van de zon, van zodra dat die in onze atmosfeer komt. En dat is ongeveer 340 watt. Dus 3 watt, 340 watt. Dus het broeikaseffect, ja, dat bestaat. Dat is minder dan 1%
Dus heel die hysterie, heel die klimaatalarmisten is gebaseerd op de theorie dat een perturbatie, dat is een mooi woord, hè, een perturbatie van 1% op het natuurlijke zonlicht, dat verantwoordelijk is voor alles. Hè, want als het regent, dan is het klimaatverandering. Hè. Schijnt de zon, dan is het ook klimaatverandering. Ja. Het is nooit goed. Het is nooit goed. Hè. En heeft het dan ook te maken met denk, noemt dat weer al, die vlekken op de zon? Dat om de 10 jaar groter. Dus men kan ook zien dat die energie die van de zon komt, is niet constant. Dus die 340 watt is een soort van gemiddelde. Dus die zonvlekken, dat is ongeveer een cyclus van 11 jaar. En we kunnen het ook meten, dat is ongeveer een verschil van 3-4 watt. Dus het verschil in die zonnecyclus is eigenlijk hetzelfde dan het verschil van koolstofdioxide. Ja. Ja. Maar dus als ik het goed begrijp, is dat deeltje dan een heel klein onderdeel van de klimaat? Opwarming dan? Of... Ja, je hebt dat heel dus goed. Dus je zou meer gaan naar de golfstromingen dan naar de zon, qua effect? Ik ga dus meer gaan naar de... Ik ga uit van de metingen. Mm. En de metingen zeggen, toen dat er nog geen uitstoot van CO2 was van de mens, hebben we gelijkaardige opwarmingen gehad van 1 à 3 graden. Ook gelijkaardig in hoogte en in snelheid. Dat zijn feiten. Daar kan niemand van zeggen dat dat niet waar is. Dus op basis van die feiten zeg ik, de huidige opwarming van 1 graad sinds 1850 is een beetje eenzijdig om dat uitsluitend te steken op de CO2-uitstoot van de mens. Die is inderdaad gestegen, ik ontken dat niet. De CO2-uitstoot is inderdaad heel fors gestegen. Ja. Maar het is een effect van 1% extra warmte vergeleken met de warmte of de energie die van de zon komt. Er is ook een extra vergroening nu, toch? Heb ik gelezen. Ja, dus dat brengt ons naar NASA. Hè. NASA, normaal gezien, sturen die mensen naar de maan. Maar ze zijn er al een paar keer geweest, dus niemand is eigenlijk nog geïnteresseerd om nog eens iemand naar de maan te sturen. Dus we zitten daar met enorm veel wetenschappers, enorm veel ingenieurs, enorm veel satellieten. Ja, die zijn ook op die klimaattrein gesprongen. Hè? En die hebben nu 3, 4, 5 satellieten die constant metingen doen. En die hadden gehoopt natuurlijk dat die zouden aantonen dat de aarde aan het verbranden is of aan het verbruinen. Maar wat bleek... Maar niet dus? Niet. Dat is ongeveer een toename van 30-40% van vergroening. Ja, dat was natuurlijk een... hoe noemt Al Gore dat? Een heel... ongemakkelijke vaststelling. Dus dat werd wel gepubliceerd. Ja. Dat staat zelfs op de website van NASA, zo verstopt in een uithoekje. Maar dat zie je niet op het VRT-nieuws of dat hoor je niet in de kranten, want dat past niet in dat hysterisch klimaatalarmgedoe. Maar eigenlijk zitten we op een planeet die aan het vergroenen is. Hè. Zoals het al eigenlijk. Ja, niks van gehoord op de media of zo. Ja, hetgeen wat mij wel altijd opvalt, wat dan nu vooral opgevallen is tijdens de hittegolven in Frankrijk en zo, de berichtgeving, was vooral, als je het vergelijkt met dezelfde temperaturen vorig jaar, dan stond het daar gewoon met zon en plezier. En nu staat het vuurrood in de achtergrond. Gewoon voor de extra sensatie te maken. Ja. Dat zie je nu wel meer en meer. Hè. Er wordt meer en meer ingespeeld op klimaat. Dat is dan meestal waarschijnlijk om geld te krijgen vanuit advertisement, omdat mensen dan meer gaan klikken als ze geschrik hebben dan, denk ik. Ja, dat heb je heel goed gezien. Hè. Ik denk dat er zelfs op Europees niveau een soort van afspraak is tussen de grote bazen van de kranten om dus meer en meer... Als er iets... Vroeger was het een natuurramp, hè, maar ja, dat verkoopt niet. Hè. Dus nu is alles een klimaatramp. En ja, dat is clickbaits, hè. Dus dat brengt meer advertentie op. En het is een algemeen gegeven. Angst zaaien, dat verkoopt. Hè. Als je in de krant zegt, ik heb geen nieuws, want met klimaat gaat prima. Ja, niemand koopt uw krant. Ja. Hè. Je moet daar een paar rampen in zetten. Hè. Een lift aan klimaatrampen. Hè. Van mijn jeugd met global warming dan, omdat die Al Gore zei, met An Inconvenient Truth. Ja. Dan 2 jaar daarvoor was het The Day After Tomorrow, die grote Hollywood blockbuster. Ja. Goeie film. Ja. En toen begon het allemaal te rollen, van mij toch. Ja. De meters, zeestijging. Hè. Dus daar maken ze... Wat ook niet waar is. Of toch niet zoals ze zeggen.
Ze kwamen op, wat was het, 0,25 millimeter is het eigenlijk? Ja, ja. Dus wat doen al die klimaatwetenschappers, die worden betaald door de Verenigde Naties? Die werken vooral met theoretische modellen. Ja. Nu, ik heb in mijn studententijd ook met modellen gewerkt. Dus een model, dat is een aantal formules en gesteept daar wat parameters in. Shit in, shit out. Hè. Als jullie aan mij vragen, geef mij een model en ik wil dat dat eruit komt, dan... Ja. Dan vraag ik 100.000 euro en na twee maanden heb je zo'n model. Hè. Dus al die alarmen, die komen eigenlijk uit theoretische modellen. Wat zeggen de metingen over de zeespiegel? Gelukkig hebben we onze noorderburen, de Nederlanders, die in 1953 die enorme natuurramp, hè, toen was dat nog een natuurramp, hebben gehad met duizenden doden, die hebben dijken gebouwd. Hè. En die hebben ongeveer 40, 50 meetstations langsheen de hele Nederlandse kust. Die hebben een organisatie die heet Rijkswaterstaat. En die hebben onlangs een rapport gepubliceerd, dat jullie waarschijnlijk ook niet hebben gelezen. En als die een gemiddelde maken van al die meetstations, dan is de zeespiegelstijging tussen de 1 en de 3 millimeter. Millimeter per jaar. Dus dat heeft niks met meters te maken. En als je dan kijkt, want die denken dan op 100 jaar, ja, dan is dat 20 centimeter op 100 jaar. En dat is de normale manier om die dijken bij te houden. Maar dat hoor je niet. Je hoort nog telkens meters zeespiegelstijging en Amsterdam aan de zee, Brussel aan de zee. Dat komt enkel uit die theoretische modellen. De metingen zeggen 2 millimeter, ook aan onze Belgische kust. Ja, maar hoe komt dat er dan zoveel slimme wetenschappers meegaan in dat verhaal dan? Dat is weer die miljoen dollar vraag. Ja. Ik denk dat het heel complexe combinaties. Combinatie is zo van, ik ben niet op pensioen, ik ben financieel volledig onafhankelijk, ik moet me geen zorgen maken. Maar als je zo 30 en 40 jaar bent en je wilt een academische carrière, en er is nu eenmaal die trein die vertrokken is met klimaat, en je hebt die miljarden euro's van klimaatfondsen, ik denk dat je als wetenschapper ook een mens bent, hè. En als je dan zo met tienen of met twintigen in een werkgroep zit, dan ga je niet als enige het zwarte schaap uithangen. Hè. Ik denk dat het psychologisch is. Ja, en ik denk dat er ook 10-20% echt bewust de boel belazeren. Ja. Voor het goede doel, weet je. Die willen de planeet redden. Ja. En om de planeet te redden zijn alle middelen veroorloofd. Ja. Maar dat is maar een minderheid, denk ik. Ja. En hoe voelt je dan bijvoorbeeld nu dat er zo... Er is een gerucht, allee, er is zo'n theorie, dat eigenlijk de oil industry eigenlijk terug opnieuw geld wilt maken door eigenlijk over te gaan naar groene industrie. Dat het eigenlijk een ganse switch is voor op een nieuwe manier geld binnen te brengen. Want ja, als je zegt van we moeten volledig veranderen aan nieuwe energie, komt nieuwe jobs, nieuw werk, nieuwe investeringen. Dus het draait eigenlijk allemaal om geld uiteindelijk. Hè. Denk je dan? Dat denk ik ook. Ja. Dus die hele groene industrie, die doen dat niet om de planeet te redden, maar die doen dat om in... financiën op een hoger niveau te brengen. Hè. Ik denk dat de olieindustrie gewoon, die doen parallel. Hè. Ik denk dat die ook wel beseffen dat de groene energie, dus dan praten we over wind en zon, dat dat een fiasco gaat worden. Hè. Je kunt geen haven van Antwerpen runnen op een windmolen. Hè. Als er geen wind is, ja sorry, waar komt uw energie vandaan? 'S nachts, bij mij in Leuven schijnt de zon niet. Hè. Dus ik heb s'nachts ook geen energie. Nu toevallig wel, vandaag. S'nachts niet. Maar dat is het ook. Ja, maar s'nachts niet. Nee. Dus die groene energie, dat is gewoon een hersen... Dat is eigenlijk een sprookje. Hè. Ja. Ik denk, als je redelijk bent, moet je toch ook inzien dat je met groene energie geen industrie kunt runnen. Ja, je kunt dat wel op je dak zetten en zo. Prima, doe dat. Je krijgt daarvoor subsidies voor eigen privégebruik. Maar een industrie, een land runnen met groene energie... Ja. Maar wind en zon geeft ook enkel maar, wat was het? 0, iets met 7? Ja, momenteel, heel weinig. Ja, ik weet het, ik heb het al gezegd. Wind en zon in gans Europa is ongeveer 8% van de huidige energie. Dus die hele groene deal van Frans Timmermans en ons Ursula von der Leyen, dat is gewoon één groot sprookje. Ja. Zijn er bepaalde theorieën van de andere kant van deze theorie? Dat je dan zegt, van daar kan ik mij in vinden?
Geef mij eens een suggestie. Ik weet bijvoorbeeld, er zijn bepaalde facts of bepaalde theorieën dat de klimaatopwarming echt wel aan het opwarmen is. Dat is wat ze nu allemaal zeggen. Zijn er bepaalde facts dat je denkt van ja, dat klopt wel? Of is het totaal... Ja, tuurlijk. Dus die opwarming met thermometers, kan ik niet discussiëren met een thermometer. Ja. Dat is 1 graad sinds 1850. Ja. Dus okay. Op basis van dat. En dan stoppen ze... Dus dat zijn de metingen. 1 graad. Dan zeg ik, ja, inderdaad. We zijn warmer geworden van 1 graad. En dan zeg ik, zo wat? Ik ga naar Spanje, daar is 20 graden warmer. Hè. Dus volgens mij is dat geen enkel probleem. Het probleem is, ze steken die een 1 graad met wat hocus pocus algoritmes in een computermodel en dan komt er 3 of 4 graden uit. En daar maken ze dan meter C-spiegel van, de planeet brandt op. Maar zelfs die 3, 5 graden, dan zeg ik, hey mensen, gaan jullie niet naar Spanje? Hallo? Ja. Ja. En, want ja, nu met al die bosbranden en zo, en dan in de winter al die overstromingen, is het dan te wijten aan die 1 graad dat we zijn opgewarmd? Of totaal niet? Ik heb gelezen dat er niet meer overstromingen zijn. En, Ik weet, want dat is wat ze allemaal zeggen. Ja, dat is wat ik zie in de media. Nee, zo'n prachtige graad, inderdaad. Je moet kijken, nadenken. Dus al die bosbranden zijn te wijten aan 1 graad. Een bos steekt er niet in brand, omdat de temperatuur gaat van 20 naar 21. Dat is wat de media nu doet, hè? Ja. Ik vind dat geweldig, ja. Maar ik denk dat de meeste bevolking, als ze een klein beetje nadenken, een bos brandt niet. Zelfs bij 40 graden brandt een bos niet. Een bos heeft altijd een ontstekingsbron nodig. Ja. En als we dan die bosbranden gaan onderzoeken, inderdaad, dat is de helft van die bosbranden is... te wijten aan. Ontstekingsbranden. Ja. En dan gaan we naar de metingen kijken. Dus dat zijn inderdaad... zelfs de Europese Unie heeft satellieten. Die satellieten zijn pas begonnen in 1980 of zo. En inderdaad, de gegevens zeggen, er zijn niet meer bosbranden. Dat zijn feiten, maar ja, zoals u zegt, dat komt niet in de mainstream kwaliteitsmedia, want dat past niet in het huidige hysterische model. Ook overstromingen. Als je naar de metingen gaat kijken, metingen worden bijgehouden door de verzekeringsmaatschappijen en zo, en door de World Bank. En gelukkig zijn er wetenschappers die dat dan publiceren op Twitter, want die raken dat ook heel moeilijk kwijt in een normale vaktijdschrift. Maar de metingen spreken al die eenzijdige, alarmistische... Ik noem het porno-propaganda tegen. Ja. Maar je hoort het niet, hè? Het wordt niet opgepikt. Ja. Nee, ik beaam wat u zegt. Het is heel eenzijdig. Al sinds mijn middelbaar, zeg maar. Al het leerstof dat ik krijg ook. Ja. Al het nieuws dat ik hoor. Allemaal heel eenzijdig. En blijkbaar ook dus niet allemaal even informatief. Nee, helaas. En dus die eilanden in Oceanië en zo, dat ze dan zeggen van binnen 10 jaar zijn die weg. Ja. Is dat een normale cyclus dan? Kunnen we dat bewijzen? Of? Goed dat je dat zegt. Ik heb een paar dagen geleden op mijn Twitter-account, ik maak nu een beetje reclame voor mijn Twitter-account. Ik zal altijd in de bio op YouTube zetten van onder. Ja, oké, goed. Dus die eilandjes, ach... Een jaar geleden was er weer in Schotland zo'n algemene klimaatalarm, jamboree, waar zo al die angstige klimaathazen bijeenkwamen. En de minister van Tuvalu, heet dat prachtig eiland, een prachtig eiland, die gaf eigenlijk een speech met een kostuum aan, een grijs kostuum en een wit hemd, ja, je kent dat. En die stond met zijn knieën in het water en die zei, help mij, mijn eiland is aan het verzuipen. Ik heb extra klimaatgeld nodig, heeft hij waarschijnlijk gekregen. En dan ga ik dan als kritische wetenschappers op zoek naar wat is er nu gepubliceerd over meneer zijn eilanden. En nu blijkt dat er een wetenschappelijke studie is, zelfs in Nature. Nu, Nature is een toptijdschrift, dat is wat de Ferrari van de wetenschappelijke vaktijdschriften. Was er toch geen wetenschapper die gewoon heeft gezegd, meneer, uw eilanden, die heeft 40 jaar de grootte van die eilanden gemeten. En die eilanden zijn gewoon groter aan het worden. En ook Tuvalu. Wordt dat opgepikt? Nee, dat wordt gewoon doodgezwegen. Dus die minister van dat eiland heeft heel de wereld, Verenigde Naties, leugenswijs gemaakt. Zo zijn er veel tegenwoordig. Waar zijn de factcheckers? Ja? En wordt er dan geen verder onderzoek naar gedaan? Het gaat Nee, niet dat ik weet. Maar ik kan me wel voorstellen dat door die 1 graad dan, dat
dat er wel een kans is dat de stormen iets steviger zijn of dat de golfstroom iets anders gaat draaien. Heeft dat daarin mee te maken of niet? Dat proberen ze u te wijs te maken. Maar ja. Gezond verstand, 1 graad. Ik bedoel, kom wel. Ja. Dat is het verschil tussen Antwerpen en Dardenne. Hè? Ja. Zijn er in Dardenne of in Antwerpen meer of minder klimaatrampen? Ik denk het niet. Hè. Dus theoretisch is dat inderdaad mogelijk. En die alarmisten, ze spreken dan over tipping points. Ah, tipping points, dat is ook weer zoiets. Hè. Niemand weet eigenlijk goed wat dat is. Ze proberen nu constant angst aan te jagen en te belazeren. En een debat gaan ze... Juist vragen eigenlijk. Ja. Nooit een debat gedaan met iemand die... Ik heb het altijd voorgesteld, maar ze gaan allemaal lopen. Want ze weten dat de feiten die ik noem, dat is allemaal peer-reviewed in topvak-tijdschriften. Met wie zou je graag eens een debat doen dan? Welke wetenschapper uit België, Nederland, zou je graag eens zeggen, want daar wil ik eens mee praten? Ja, iedereen eigenlijk die voorstander is. Ik ben niet kieskeurig. Ja, het moet wel iemand zijn met dezelfde soort level van studies en ervaring. Ik kan hem moeilijk naast Anouna de Wever zetten, want ja, dat meisje... Ja, nee, maar die heeft dat niet gestudeerd. Ja, het moet iemand zijn, ja. Ja. Liefst iemand die voor het IPCC werkt. Ik denk dat we in België ongeveer 8 wetenschappers hebben die dus in dat IPCC zitten. Ja. En hoeveel van de 8 zijn er tegen, de theorie? Ja, die zitten allemaal in dat alarmisme. Hè? Ja. Ik ben de enige die een andere mening heeft. Botst dat veel daarbinnen dan? Bij de IPCC? Nee, want die zijn allemaal van dezelfde mening. In het IPCC trouwens, in het IPCC word je enkel uitgenodigd als je op de juiste manier denkt over het klimaat. Dus de selectie van het IPCC is eigenlijk, eerst zijn de regeringen, die mensen selecteren en de regering stuurt dat dan naar het hoofdkantoor van die Verenigde Naties in Genève. Mm-hmm. En daar zitten eigenlijk de auteurs van het laatste rapport. Dus die selecteren dan al een geselecteerde lijst van mensen die eigenlijk het volgende rapport moeten schrijven, maar die gaan dan wel geen mensen kiezen die eigenlijk hun rapport gaan tegenspreken. Dus een soort van tunnelvisie. Groepsdenken dat heel dat IPCC behelst. En als er dan is, er zijn een paar Amerikaanse professoren in de klimatologie uitgenodigd en die hadden dan een andere mening, maar die zijn maar één keer uitgenodigd en hun mening komt dan niet in dat rapport eigenlijk. En heeft het dan ook, bijvoorbeeld, dat we nu die warme temperaturen en zo voelen, heeft het dan ook te maken met dat er veel geasfalteerd is, dat er veel weinig manieren is voor de warmte om weg te gaan. Ja. En dat we het daardoor het harder voelen dan die 1%, die 1 graad dat dan... Ik ben blij dat je dat zegt. Dus we hebben overal op de wereld thermometermetingen. Behalve in de oceaan. Oceaan is 70% van de oppervlakte. Daar hebben we geen thermometers. Maar op het land hebben we dus thermometers. En wat zien we? Thermometers bijvoorbeeld, die staan in Antwerpen of in Gent. Die geven 4-5 graden warmer dan een thermometer die ergens staat in het weiland van boer Jacques de Witte of zo. Dat noemen we dat het hitte-eiland-effect. Nu, wat is er gebeurd sinds 1850? Sinds 1850 zijn die thermometerhutten natuurlijk... Vroeger stonden die waarschijnlijk op de buiten, maar in 150 jaar is daar meer en meer beton en asfalt gekomen. Dus er zijn een aantal wetenschappers, vooral in de US, die hebben aangetoond dat eigenlijk de helft van die 1 graad komt door de verstedelijking. Want als dat meetstation vroeger in een weiland stond, nu 150 jaar later staat dat op een vliegveld of naast een gebouw. Dat geeft 4-5 graden meer. Hè? En die 1 graad is het gemiddelde van de wereld. Hè? Ze tellen dan ook de temperatuur van de evenaar en van de polen. Dat wordt allemaal in 1 doos en daar wordt een gemiddelde van gemaakt. Hè? Ja. Weet je trouwens hoeveel dat gemiddelde temperatuur is? Nee. Oh, ik ben blij dat je nee zegt. Dat is ongeveer 14 graden. 14 graden. En dat is nu gestegen naar 15 graden. Ah, ja. Daar moeten we ons echt zorgen over maken. Man. Dus die verhalen dat we dan hier een klimaat zoals Italië gaan hebben, dat gaat niet gebeuren in de komende 20, 30, 40, 50 jaar? Dat is enkel voor mijn kleinkinderen. Denk ik. Nee, ik geloof niet in die 3, 4, 5
graden. En dus hoe lang duurt die cirkel dan van opwarming? En dan hoe lang warmt het op? En dan hoe... Wel, dat is ongeveer 1000. Dus als we beginnen, de laatste opwarming was in de middeleeuwen. Ja, wat is de middeleeuwen? 1400 of zo. Ja. En dan ongeveer 500 jaar later zaten we in een kleine ijstijd. Dus dat duurt ongeveer 400-500 jaar. Ja. Ja. Vier generaties dan. Hè. Ja. Dus het is gewoon een cyclus. Ja. En dan die ijstijd, dat was dan... Dat was de zon. Hè. Dus de ijstijd, ja. Dat is elke 50.000 jaar of elke 100.000 jaar komt er een ijstijd. Maar die duurt dan wel een paar tienduizendtal jaren. Ja. De laatste ijstijd hier in Europa is ongeveer 12.000 jaar geleden. Toen liepen er ook al gelijkaardige Neandertalers en andere menselijke soorten rond. Hè. En de oorzaak, weten we heel goed, heeft ook niks met koolstofdioxide te maken. Het heeft gewoon te maken met de stand van de aarde ten opzichte van de zon en de hellingshoek. Hè. Ja, denk aan zomer-winter. Dat is ook een verschil van 20 graden. Het is gewoon de afstand en de helling van de aarde ten opzichte van de zon. Hè. Heeft ook niks met CO2 te maken. Hè. Winter en zomer, hè. Dat is gewoon aarde-zon-constellatie. Dus de aarde is dus nu groener geworden. Ja, en naast de satelliet. Hè. In welke tijdspanne is dat dan? 40 jaar. Dus 40 jaar, ja. Ja. En dan, dus is dan groener geworden, maar we zijn wel keiveel aan het bomen omkappen en zo. En toch zijn we nog altijd in het gemiddelde naar omhoog gegaan. Dan. Ja, inderdaad. Ja. Dat is eigenlijk een ongelooflijk... Ja, die NASA-wetenschappers die krabden ook eerst in hun haren toen ze naar die satellietmetingen keken. Hè. Dus blijkbaar, ja, boomkappen is het slechtste wat je kunt doen. Hè. Ja. Het is, je moet meer bomen planten, meer groen en meer water lopen. Hè. Dat koelt dan sowieso af. Hè. Hoe moet het nu verder? Hoe zie jij het einde eigenlijk? Hoe zie jij, waar gaat dit eindigen? Ah, wel, 6 maanden geleden is er in een topvaktijdschrift van Nature, zijn er toch een aantal van die IPCC, klimaatwetenschappers, die tegen hun collega's hebben gezegd, ze van, mannen, we zijn echt niet goed bezig met al die doomvoorspellingen van die klimaatmodellen. De metingen zeggen dat onze modellen niet kloppen. Dus dat komt dus van de directeur van NASA, plus een aantal wetenschappers die verbonden zijn met het IPCC, die hebben dat gepubliceerd in Nature. Ze noemen dat hot model. Dus ze hebben niet één klimaatmodel. Hè. Je zou denken, oké, een klimaatmodel, je verbetert dat altijd. Nee, nee. Ze hebben meer dan 50 verschillende klimaatmodellen van, je hebt er van Russen, van Canadezen, van Amerikanen. Die hebben allemaal hun eigen model met hun eigen algoritmes en hun eigen parameters en zo. Maar de grote hoop van die klimaatmodellen, dat is zoals horoscopen. Hè. Als je die dan print, wat gaat er gebeuren in het jaar 2050 of in het jaar 2100? Ja, die lopen zo uit elkaar. Hè. De ene zegt 1 graad en de andere zegt 7 graad. Hè. Dus wat doet het IPCC? Ja, die spelen vals. Hè. Als er ergens een meting wordt gedaan, ja, dan pikken ze er zo'n berekening uit dat er zo het dichtst bij zit. Hè. Hoor je dat in de media? Nee. Dus het IPCC is eigenlijk bewust aan het vals spelen. En die klimaatwetenschappers hebben dan nu gezegd zo, dat hun collega's moeten gaan stoppen met die doomscenario's. En dat is vrij recent, hè. Dat is van mei van dit jaar. Ik heb dat ook op Twitter gegooid, maar dat wordt niet opgepikt. Hè. Reuters, die pikken dat niet op. Onze kwaliteitskranten pikken dat niet op. Er zit geen geld in. Inderdaad, en dat past niet in hun... Ik denk dat die toch allemaal in een soort van paradigma zitten, zo van, we gaan hier de wereld redden en we mogen hier een beetje liegen en overdrijven om de mensen te overtuigen dat ze nu moeten gaan plassen als ze douchen. Hè? Dat is het laatste, om het klimaat te redden. Hè? Is het te politiek geworden? De politiek kan ik niks verwijten eigenlijk, want goh, die mannen doen hun best en... Maar ik kijk vooral naar Amerika, want alles wordt meestal gebaseerd op Amerika, waar je vooral rechts hebt en links. En links is dan voor alle klimaatmaatregelen. Rechts is dan zeggen van nee, we gaan olie blijven gebruiken. Ja, dus in die zin heb je wel gelijk. Dus in Amerika denk ik dat, vooral Trump, hè, dat hij dus wel luisterde naar die kritische wetenschappers en de democraten uiteraard niet. Maar in België, en ook in het algemeen, het zijn de wetenschappers die moeten zeggen van... We hebben ons vergist, dat klimaatalarmisme, ja, dat is 1 graad, maar
zo wat, 1 graad. En we zijn hier bezig met theoretische berekeningen. We kunnen nog ineens het weer van 5 dagen voorspellen. En we maken onze burgers wijs dat we nog 12 jaar te leven hebben. En we doen voorspellingen. Ze doen voorspellingen voor het jaar 2100. Hè. Excuseer, maar ik ga daar niet mee. Hè. Ja, je ziet vaak zo, want als er een halve graad 1,5 wordt, als het 2 is, 2 is 2, 2,5 is het einde van de wereld. Hè. Ja. Zeg je ja, dan? Allemaal van die scenario's die je ingeprent krijgt overal. Nu, een thermometer in 1850, ik weet niet. Als die 16 graden of 18 graden gaf, ik weet niet. Ja. Ja. Toen was het feest. Moest het nu 3 graden opwarmen, welke effecten gaan we dan hebben hier? Ja, denk aan Spanje. Hè. Spanje. Maar dan in Afrika is het dan onleefbaar geworden? In Afrika daar, hebben ze nu al 30, 45 graden. Hè? Dus die mensen passen zich aan. Hè? Ja, hebben we daar ook data van in de middeleeuwen, of niet? In de middeleeuwen was het ongeveer 3 graden warmer. Ja, ja, en dan waren er nog altijd populaties. Er was geen vermindering van de populatie of zo. Nee. Ja. Okay. Want ja, dat is meestal wat ze nu veel van zeggen, van ja, klimaatvluchtelingen. Ja. Dat dat een groot probleem wordt. Ik hoor dan, wat, denk dat het was in Bahrein, denk ik dat was. Dat de mensen er amper nog kunnen leven, dat het daar soms 50 graden is. Daar heb je in de kortste... Allee, dat kun je niet veranderen nu, want als we nu ineens niks meer gaan uitstoten van broeikaseffect, van broeikassen, ja. Wordt het dan naar nul geleid? Gaat die 1 graad direct naar beneden of gaat dat hetzelfde blijven? Volgens die IPCC-wetenschappers gaat het dan toch nog een 10-tal jaren duren voordat je een effect hebt, als je het aan mij vraagt. Want dus als, peanuts, ja. Als we nu zouden stoppen met alle broeikassen, dan kunnen we dat proces terugdraaien. Want je zegt dat in de middeleeuwen is het 3 graden gestegen, 4 graden gestegen zonder broeikas. Door de complexe samenspel van natuurlijke factoren. Hè. Dus het kan ook goed zijn dat het, als we in een natuurlijke cyclus zitten, dan mogen we de CO2 nog naar nul brengen. Maar dat gaat niks helpen, want we zitten in een natuurlijke cyclus. Ja, daar kunnen we niks aan doen. We hebben nu al effecten dat we zien, dat zij voorzetten, zo van, dat ze zeggen van oké, kijk, we hebben al verminderd in CO2-verbruik. Wordt er dan, we zien al vermindering in de opwarming. Of zijn daar nog totaal geen studies van gedaan? Ik bedoel, de enige thermometermetingen die we hebben zijn van 1850 en dat gaat op en neer en dan trek je daar een lijn in en dan is dat 1 graad. Hè. We kunnen ook liggen discussiëren over de foutmarges van al die thermometers, maar ik wil daar niet moeilijk over doen. Dus het officiële narratief is 1 graad sinds 1850. Dan zeg ik, oké, what's your problem? Hè? Geen reden tot paniek. Ja. Ja. Ja, het is raar dat er zoveel... Zoveel heisa wordt gedaan nu. Het is, ja, ik heb het gevoel dat het meer politiek is geworden als echt klimaat. Dat het meer een statement is en dat er zoiets van is van ja, we willen. Ja. Het is onze generatie dat iets gaat doen aan het klimaat en zo. Maar ja. Ik denk dat het gewoon. Allee, als we naar die klimaatmarsen kijken. Toen ik jong was, ik protesteerde ook. Ik weet niet meer tegen wat, maar ik heb gewoon geprotesteerd. Dat is gezellig. In mijn tijd was dat tegen de atoombommen. Je komt de lief tegen op zo'n mars. Dat is perfect. Dus ik begrijp die jeugd. En die worden gewoon meegesleurd in het narratief. Als men tegen de burgers gewoon zegt, er is een groot probleem en binnen 12 jaar gaat de planeet verbranden, als de burger geen andere informatie krijgt, dan kan ik de burger niks kwalijk nemen. Hè. Het zijn die wetenschappers die de wetenschap moeten... brengen, hè? En dat doen ze niet. Denk aan de Duitsers. 40 miljoen Duitsers hebben op een democratische manier voor Hitler gekozen, omdat Joseph Goebbels een fantastische marketing had. En je zei, ik heb hier een aantal leugens, maar ik ga die elke dag vertellen en de oppositie gaat het gevangen in. Dus oké, we zijn natuurlijk niet in zo'n situatie, maar het zijn dezelfde technieken waaraan je moet denken. Hè? Hoe kun je een... Als de massa niks anders hoort op het VRT-nieuws en in de standaard en in de morgen dat er een probleem is, kun je de massa niet kwalijk nemen dat ze daarin meegaan. Hè? En geometrie, is dat een optie voor energie te kweken? Ik weet het, omdat Chef Wiebergs mij dat had doorgestuurd. Dat we energie vanuit de grond halen. Geometrie, toch? Hè? Oh, geothermal. Wat ze doen kun je dat je dat al onderzocht hebt? Geothermisch. Dus in het midden van de aarde is het 1000 graden. Nee, daar zit magma. En inderdaad,
via de vulkanen komt dat naar buiten. Dus dat zit warmte in de aarde. Maar ik denk, allee, ik ben geen expert, maar je moet dan, een put graven van 200, 300 meter vooraleer dat je daar een beetje warm water gaat uithalen. Ja, theoretisch is dat mogelijk, maar ik heb nog geen kostenbatenanalyse gezien. Ja. Wie is je grote voorbeeld in het buitenland? Welke wetenschapper zeg je van, die is echt iemand van... Goh, in de Verenigde Staten heb je er verschillende. Hè. Je hebt een zekere professor Linse van het MIT. Allee, dat is zo Oxford en Cambridge tezamen. En dan heb je Judith Curry, ook van de US. En nu heb je nog een hele jonge prof, Pilke. En die durven tegen de stroom ingaan. En in Amerika worden die dan ook uitgenodigd door het congres. Dus het congres nodigt dan wetenschappers uit. De ene zegt zwart en de ander zegt wit. En dan republikeinen kiezen dan voor dat en democraten voor dat. Maar in het Belgisch parlement zie ik dat niet gebeuren. Hè, dat ze zo de twee kanten gaan uitnodigen om hun verhaal te doen. Hè. Het Belgisch parlement nodigt enkel die klimaatalarmisten uit. Hè. Ja. Oké, top. We zijn er al. Heel interessant. Heel interessant. Ferrand, echt een keer merci om langs te komen. Ik vond het een heel leuk gesprek. Het was mijn. Wat zijn ook de volgende doelen of bepaalde wegen dat je wilt bewandelen nu? Ja, gelukkig word ik meer en meer uitgenodigd om dus mijn visie te laten doen. Dus door businessclubs meestal. Ah, oké. Okay. Ja, interessant. Oké, okay, top. Vind ik nog een fijne avond. Dank u. Ik heb nog niks kunnen zeggen over de CO2 in mijn duvel. Het heeft goed gesmaakt. Oei. Nee. Die klimaatalarmisten die kunnen niet slapen omdat de CO2 in de lucht gestegen is van 0,03% naar 0,04%. Omdat dat belachelijk is, zeggen ze dat in ppm, parts per million. Dus momenteel zit er hier ongeveer 420 parts per million in de lucht. En dat is een probleem. Dan denk ik altijd, ja, sorry, in mijn duvel zit 200 keer meer CO2. En als ik het warm krijg, is het niet van de CO2, maar van de alcohol. Hè? Ah, oké. Hey. All right. Precies. Ja. Tot de volgende.